Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Zoom-sprookjes. Ja, de Skype ligt even plat, dus we zijn het via Zoom aan het doen. Waarom sprookjes? Ja, als je jong zit, dan worden sprookjes voorgelezen. Dan word je ouder en dan stopt het vandaar deze podcast. Speciaal voor grote mensen met humor. Ik heb vandaag een hele goede vriendin aan de andere kant van de Zoom. Een actrice, een schrijfster, een kei toffe madame, getrouwd, dus je moet er geen berichten sturen. Niemand minder dan Leen den Dievel. Zo, Leen, dat is nog eens applaus, hè. Dat is lang geleden, zeker. Het mooiste applaus dat ik ooit heb gekregen, eigenlijk, via Zoom. Kijk eens aan. Leen, ik heb een titel. En daar gaan we een sprookje mee vertellen, hè. En de titel is: er was eens een eendagsvlieg die een maand op vakantie wou. Dus er was eens een eendagsvlieg die een maand op vakantie wou. En daar gaan we mee vertrekken. Zo simpel is het. Oké. Dus, dames en heren, hier gaan we. Er was eens een eendagsvlieg die een maand op vakantie wou. Hij belandde tussen zijn voucher, die hij precies ook een maand geleden gekregen had. En hij zei tegen zijn beste vrienden, mijn beste vrienden, ik ga een maand op vakantie. Ja, maar Willem, zei zijn beste vriend, jij zit in een eendagsvlieg. Ik denk dat dat moeilijk is. Dan is dit ook ineens een definitief afscheid. Want als eendagsvlieger ga je waarschijnlijk binnen de maand niet terugkomen. Waarop Willem zei, helemaal matige zegt hem, als ik een eendagsvlieg ben, zit jij dat ook. En jij bent ouder. Dus misschien moeten we nu al afscheid nemen. Maar ja, ik ben een paar minuten ouder. Ik ben geen maand ouder. Ik ben 2 minuten voor u uit het eiken gekomen. Vandaar dat wij goede vrienden zijn geworden. Ik ga waarschijnlijk ook 2 minuten voor u doodgaan. En wij zijn tenslotte eendagsvliegen. Maar als eendagsvlieg, maat, je gaat niet een maand weg kunnen. Intussen lullen ze 2 minuten vol. Die 2 minuten zijn eigenlijk al verscheten. Je ziet al niet meer waar Willem naartoe wilt. Ja. Willem wou heel ver weg, zo ver weg mogelijk. Hij had nog niks van de wereld gezien op de 23 uur dat hij al geleefd had. En nu was er al 2 minuten verscheten, dus hij had eigenlijk nog maar 58 minuten om een maand op vakantie te gaan. En hij zei tegen zijn beste kameraad, zeg, Erik, ik denk echt wel dat tijd is om te vertrekken. Waarom gaat het niet mee? Maar Erik krijgt ineens een kramp in zijn vleugel. En die vleugel wordt wat bruinig. En de Willem ziet dat. Hij zegt, Erik, er is iets aan de hand, jong. Ik denk dat we het vlaggen hebben. Inderdaad, want dames en heren, eendagsvliegen leven in een dag. Maar takelen af vanaf het laatste uur. En Erik zijn vleugel breekt af. En de Willem zegt, oei Erik, ik denk dat ik misschien nog 2 minuten heb met 2 vleugels. Misschien moet de rap op mij springen en dan vlieg ik nog 2 minuten en we zien wat we hebben geraakt. Nu, chanske was, de Erik was intussen gehandicapt. Dus dat was wel een voordeel. En ze gaan dus naar een andere maat, want geen 2 zonder 3, zeggen ze. En ze zeggen, Jan man, we hebben een idee. We zijn met 2 eendagsvliegen en we hebben een halve mee, een gehandicapte. We kunnen nog 1 ding doen. Wat gaan we doen? Ja, zegt een ander, ik zou vertrekken. Ik zou gewoon vertrekken. Verschet toch geen tijd, nu dat je zo weinig tijd hebt als eendagsvlieg. We zouden hier nog liggen na te denken. Doen. Dat is de leuze van de eendagsvliegen. Leeft je leven alsof dat je maar 1 dag hebt. Ja, en dat is zo bij eendagsvliegen. Dat is waar. Dus ze beginnen. Ze vliegen. De Erik op de rug, die vliegt mee. Die heeft het schoonste gezien dat hij in heel zijn leven eigenlijk al gezien heeft. Namelijk in die paar uur. En in die laatste minuten, want ze zitten al te vertellen heel de tijd, hè, die discussie is al heel ten alle gang. In die laatste minuten ziet hem toch ineens het vliegske van zijn leven. Hij wil wapperen, maar hij kan niet. De Erik kan niet. Hij heeft maar 1 vleugelke. Dus hij probeert met zijn 1 vleugelke wat te wapperen. De 2 anderen weten niet wat hem aan het doen is. En intussen vliegen ze maar door. Ondertussen begint ook het vleugeltje van de Willem bruin te worden. En dat valt af. Maar alle chance was dat de vleugel onder een andere kant. Zodanig dat als ze elkaar een handje gaven, ze eigenlijk konden fungeren nog
als één vliegje. De ene met zijn linkervleugel en de andere met zijn rechtervleugel. En ze besloten om dat schoon andere vliegje te volgen. Om toch nog een beetje liefde te hebben in hun korte leven. Dus je ziet een piramideke van vliegjes. Eentje van onder, namelijk de Jan, de Willem met zijn één vleugelke langs de ene kant. De Erik met zijn ander vleugelke langs de andere kant. Vliegen ze richting vliegske Sonja. De schoonste vlieg dat ze op die levensdag ooit hadden gezien. En ze vliegen en ze zien in de ogen van vliegske Sonja. Maar wat ze niet hadden gezien aan vliegske Sonja, want ze zeggen, schoon van ver, maar ver van schoon, was dat Sonja een strontvlieg was. Ze hadden dat niet gezien, want toen ze dichterbij kwamen, ja, ze roken het. En ze hadden zoiets van, allee, moet ons liefdesleven nu zo eindigen, midden in de kak. Terwijl we eigenlijk op reis wouden gaan en gaat dit nu eigenlijk zo eindigen? Wat een triestig einde van ons leven, zei Willem tegen de Erik. Maar de Jan zei, nee mannen, we moeten onthouden. Het is niet het doel, maar het is de reis er naartoe. En dat was het schoonste dat ik toch in deze dag heb meegemaakt. En zo, stilletjes aan, braken de andere vleugeltjes af en crashten de twee vliegjes op de grond. Ze hadden de liefde van hun leven even gezien. Ze hadden genoten van hun laatste minuten. De Erik stierf 2 minuutjes voor de Willem. De Willem besloot nog 2 minuutjes verder te kruipen, zoveel als dat hem kon. En de Jan, die dacht, ik heb maar één dag, ik kruip toch even op de strontvlieg. En zo gebeurde het, dat die een dag er toch minstens één dagvliegje gelukkig was. En maar zo kwam er nog heel veel vliegjes bij. Kleine stront eendagsvliegjes. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Als je echt weinig tijd hebt, moet je ook niet meer kieskeurig zijn en gewoon kruipen op wat je kunt kruipen en ervan genieten. Zo, voilà. Beste luisteraars, slaap lekker. Dankjewel, Leen de Dievel. Alsjeblieft.